Vanuit de TEDx-studio in de Amsterdamse stad Schouwburg praat ik nu met muziekwetenschapper Henk-Jan Honing. Welkom, je komt net van het podium af. En we hebben een nieuwtje, hè? Je bent met een nieuw onderzoek begonnen. Ja, 3 weken geleden. Ja, dat is toch net. Ja. Voor wetenschap is dat heel kort geleden. En ik had nog zo'n lichte hoop dat de eerste resultaten daar iets over kon vertellen, maar het is gewoon te vroeg. Maar het gaat over? We zijn met apen bezig om te zien of apen maatgevoel hebben. Goed, we gaan zo even met je verder praten, maar eerst even je wapenfeiten op een rij. Is muzikaal, zegt muziekwetenschapper Henk-Jan Honing. Zelfs baby's pikken de beat van de muziek op. Power reggae. Wij kunnen allemaal, als we naar muziek luisteren, kunnen we op de maat van de muziek meeklappen, kunnen we op de maat van de muziek bewegen. En het lijkt dat dieren dat niet kunnen, of andere dieren dat niet kunnen. Of toch wel. Voor Honing zijn dit interessante filmpjes. Luistert die kakatoe nou echt? Of doet hij gewoon zijn baasje na? Muziek roept emoties op en is vaak herkenbaar. Een liedje, een muzikaal cliché, heel bekend. Surprisingly, there are actually two surprises. Great apes. They show rhythmic behavior. But you can't have them synchronized to the music. Ja, Henk-Jan Honing, hoe komt het nou eigenlijk dat muziek zich zo ontzettend vastprent in onze geheugens? Goeie vraag. En ook een irritante vraag voor mij, omdat we dat niet weten. En mijn vakgebied is nog maar heel klein, dus dat is mijn excuus. Ja. Maar we weten dat muziek een intieme relatie heeft met onze hersenen, met ons geheugen, aandacht, verwachting, al dat soort dingen heeft enorm effect op, emoties, om maar een ander aspect te noemen. En liedjes die in je geheugen blijven zitten, of waardoor je heel makkelijk dingen kan onthouden, dat is een... Ja, we weten dat het een feit is, maar we weten niet hoe dat nou komt. Wat is nou die speciale relatie van muziek met ons geheugen? Ja, dat vroeg ik jou, maar je had dus nog geen antwoord. Ik doe mijn best om financiers te overtuigen, wetenschappelijke financiers, om dat uit te zoeken. En dat dit een hele belangrijke vraag is waar we een antwoord op zouden hebben. Ja, ik wil het antwoord wel weten. Ja, ik ook. Ja, ja. Er zijn belangrijke vragen, maar tuurlijk. Ik... Maar muziek... is wel iets waar, je zegt het zelf, het speelt op je emotie, het speelt op je well-being, het speelt op van alles. Dus muziek is iets wat we niet kunnen uitvlakken in ons leven. Het is een belangrijk onderdeel, klopt dat? Ja, ja. Het is zeker geen luxe. Wat een tijd lang gedacht is en wat soms mensen ook nog wel denken. Van, het is iets wat je in vrije tijd doet of voor de lekker, net zoals lekker chillen, eten of dergelijke. Ja, precies. Maar volgens mij is het feit, die voorbeelden die ik vandaag gaf van die pasgeboren baby's die al helemaal... die akoestische omgeving aan het verkennen zijn en gaan imiteren. Ja. Volgens mij is het veel meer met ons mens zijn verwoven dan dat we over het algemeen denken. Je had het over Franse en Duitse baby's. Ja. Vertel het even kort voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Ja, dat is niet ons eigen onderzoek hoor, maar ik vind het een prachtig voorbeeld van onderzoekers die hebben gekeken naar huilende baby's van een paar dagen oud. En die hebben een significant verschil gevonden tussen Franse en Duitse baby's. Ze huilen anders. Franse baby's huilen anders dan Duitse baby's. Franse baby's huilen omhoog, gemiddeld. Ja. En Duitse baby's huilen naar beneden, gemiddeld. En wat zegt dat over zo'n baby? Nou ja, de fysiologie van zo'n baby suggereert dat naar beneden huilen is, dat is wat je verwacht. Hè? Dat systeem maakt dat die toonhoogte naar beneden zou moeten gaan. Die Franse baby's doen kennelijk hun best. Ja. Om die toonhoogte omhoog te laten gaan. Maar heeft dat te maken met wat ze om zich heen horen? En de hypothese is dat ze dus de intonatiepatronen van hun moedertaal nadoen. In het Frans is het gemiddelde intonatie omhoog. Precies. In Duits is het gemiddelde intonatie omhoog. Ja. En ze doen dat in het huilen na. Al dag 1, dag 2. Dan ben ik toch benieuwd of dat zich op een latere leeftijd uit in hun karakter, in hoe ze tegen het leven aankijken. Zou me niet verbazen, maar daar heb ik verder geen... Daar moet je ook nog onderzoek naar doen. Oh, er is zoveel om te onderzoeken. Ja. Nou ja, we gaan hopelijk met dit gesprek wat fondsen voor je lospeuteren. Muzikaliteit, is dat nou iets dat echt voorbehouden is aan de mens? Of kom je het ook elders in de natuur tegen? Is een vraag die centraal staat op veel conferenties op het moment. Van hoeverre is, moet je zeggen wat muzikaliteit is. Hè? Ja. Dus dan moet je zeggen van dat is belangrijk en dat is belangrijk. En dan deel je die mechanismes nou met andere dieren. Ja, dus hoe definieer jij muzikaliteit? En ik denk
en dat denken ook een aantal collega's, hoor, is dat relatief gehoor, het herkennen van een melodietje, ongeacht van de toonhoogte, en maatgevoel, dat twee fundamentele mechanismen zijn die muziek mogelijk maken. Als je dat niet hebt, kan je muziek niet herkennen, waarderen, samen muziek maken, onmogelijk. Ja. En we zijn op zoek of dat maatgevoel en relatief gehoor, of andere dieren dat ook hebben. En of je dan een evolutionair plaatje kan maken. En vind je dan iets? Nou, tot nu toe lijken apen geen maatgevoel te hebben. Die kunnen wel, sommige apen, gorilla's geloof ik, en chimpansees kunnen soms op trommels slaan. Of die kan je op trommels laten slaan. Dat doen ze dan heel mooi regelmatig. Maar je kunt ze niet laten syncoperen. Maar met z'n tweeën in de maat trommelen, dat lukt niet. Dat lukt niet. En nou, de hypothese is dus dat we dat dus niet delen met andere primaten. Maar misschien wel met andere, wat vocal learners genoemd worden. Dus papegaaien, zeeleeuwen, kolibries. Dus dieren die met hun vocaal systeem andere geluiden kunnen imiteren, dat die wel maatgevoel hebben. En Snowball, ik heb hem heel kort laten zien, is een kakatoe die op de maat van de muziek lijkt te kunnen dansen. Dus je als zegt hij luistert, lijkt, hè? Ja. Ja. Er is veel discussie over. En we zijn nou zelf, en dat is het waar ik in het begin zei van het onderzoek in Mexico waar we net mee begonnen zijn. Zijn we aan het kijken of apen het inderdaad echt niet kunnen. En we doen dat op dezelfde manier zoals we dat met pasgeboren baby's gedaan hebben. Want wat blijkt bij pasgeboren baby's, zijn die nou allemaal muzikaal? Of deinen ze mee op geluidgolven of deinen ze mee op het ritme? Nou ja, want dat ze zijn muzikaal. Wat we hebben kunnen laten zien is dat ze muzikaal zijn in de zin dat ze maatgevoel hebben. Dus als je een gevarieerd ritme laat horen, we hebben zo'n soort rockritme laten horen wat de hele tijd verandert. Ja. Waar af en toe op de eerste tel een noot weg is. En ook op andere plekken. En dan zien die hersenen, die zijn verbaasd als die eerste tel, als daar een stilte is. Dus een syncope, wat zo'n ritme spannend maken. Ja. Zeggen die hersenen van, hey, verrassing. Verrassing. En dus ze hebben al maatgevoel op dag, nou dit waren 2-3 dagen oude baby's. Juist. En dat maakt ze in mijn argument muzikaal. Dus dat zit dan in ieder mens dat net op de aarde komt. En toch kan ik je vertellen, Henk-Jan, ik heb een hoop vrienden die nog niet in de maat kunnen klappen. Dus waar gaat het dan mis? Als je het als baby hebt en je bent het later kwijt. Er is een belangrijk verschil te maken, dat is ook de kritiek op die kakatoe, tussen het kunnen horen en het kunnen doen. Als apen niet kunnen trommelen op de maat van de muziek, wil dat niet zeggen dat ze het niet kunnen horen. Dus daarom maken we dat onderscheid en meten we ook bij die baby's in hun gehoor. Ja? En we zijn ook bijvoorbeeld in Montreal nou bezig met een groep waar ze iemand gevonden hebben, wat ook heel bijzonder is, die dus beatdoof is. Dus iemand die echt geen ritme niet kan onderscheiden. Is, maar echt niet op de maat van de muziek kan dansen, omdat hij het niet hoort. Ja, en dat is nog veel bijzonderder dan toondoof waar ik het vandaag over heb. Het is bijna knap, iemand die dus niet in de maat danst. Ik sta wel eens te kijken en dan denk ik, hoe doe je dat? Hoe kun je zo uit de maat dansen? Ja. Wat voor talent is dat dan? Bewegen is moeilijk, hè? Is acrobatiek, dat moet je echt leren, veel doen. En sommige culturen doen dat meer dan andere culturen. Ja. Dus daar kan ik die verschillen wel een beetje, zou je die zo kunnen plaatsen. Maar het zou me erg verbazen als je die persoon vervolgens in een laboratorium verschillende ritmes laten horen, dat hij de verschillen niet kan horen. Dat zou me erg verbazen. Dat zou veel bijzonderder zijn. Dus die uiting van kunnen dansen, in de maat kunnen klappen, dat is iets dat een beetje cultureel bepaald is ook. Of je daarmee omgaat in de rest van je leven. Ja, ik denk dat die uitingen in gedrag, dat is echt cultureel. En daarom zie je ook die verschillen tussen Brazilianen of Nederlanders. Ja. Als jij zou zeggen, de 5 belangrijkste dingen voor een mens, valt muziek daar dan onder? Nou, voor mij zeker. Ja? Maar om je goed te kunnen ontplooien, om een happy person te zijn, heb je dan muziek nodig? Ja, ik zou zeggen ja, maar ik ben natuurlijk de verkeerde om het aan te vragen. Maar dan, als ik zeg ja, dan vind ik ook dat ik dat heel goed uit moet leggen en dat kan ik nog niet zo goed. Dus mijn intuïtie is ja. Ja. Omdat muziek zo, ik zei het, intieme relatie met ons geheugen, verwachting, stemmingsregulatie, hè? Muziek is daar ontzettend goed in. Dus het is een soort, behalve dat het een genotsmiddel is, is het ook een, je kan er mensen mee verleiden. Het heeft allerlei praktische toepassingen. Voor mezelf zou ik kunnen zeggen dat het een primaire levensbehoefte is, maar zover zou jij niet willen gaan? Ja, voor mij is het een primaire levensbehoefte, maar om te zeggen dat het voor mensen een primair iets is, daar moeten we nog wat meer evidentie voor aanslepen. Dus als ik even zo samenvat, moet je nog een aantal dingen uitzoeken. Hè? Ja. Je moet uitzoeken hoe dat nou zit met die apen. Je gaat uitzoeken waarom muziek zich zo lekker vastprent in ons geheugen. Wat is je eerstvolgende stap in je onderzoek? Ja, we zijn nu dag en nacht met die apen bezig. Dus er wordt data overgestuurd en er worden volgende dag geanalyseerd. En elke dag zien we effect, zien we geen effect. Dus dat is de opwinding van het moment. Ja.
En hoe lang ben je daar nog mee bezig, denk je? Nog zeker tot januari. Dan gaan we weer terug en dan moeten we een conclusie hebben. Oké, nou dat moeten we dan maar even afwachten. We zullen het vast wel ergens lezen op nu.nl of op Twitter. Mijn laatste vraag die stel ik aan alle gasten hier vandaag. Hmm. Wat of wie wil jij echt zien vandaag hier op TEDx Amsterdam? Joris Luijendijk schiet meteen te binnen. Ik heb gisteren even met hem gepraat. Hij heeft zich goed voorbereid. Dat is altijd een goed teken. Ja. Dus daar vraag ik me wel op, ja. Nou, die komt eraan. Ik zou zeggen, veel plezier vandaag. Dankjewel. En bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Henk-Jan Honing.